Wet van Pouillet. We hebben in het vorige filmpje gezien dat de wet van Ohm, dat de weerstand bepaalt hoeveel stroom dat er gaat vloeien als we een bepaalde spanning aanleggen. Maar wat bepaalt nu juist die weerstand? Waar hangt die nu eigenlijk allemaal vanaf? We gaan er eens een keer bekijken voor een metalen geleider, een metalen draad. En ten eerste hangt dat af van de lengte van een draad. Het maakt voor die elektronen natuurlijk een verschil als die zich hierdoor moeten bewegen of door een veel langere buis moeten bewegen, een veel langere draad moeten bewegen. Moeten ze meer weg afleggen, kunnen ze meer botsingen uitvoeren en dus heeft dat dus, ja, wat is dat meer moeite, hè? En als we dat zouden meten in een proefje, dan bekomen we dit. Dus als de lengte stijgt, stijgt de weerstand recht evenredig. Met andere woorden, R, de weerstandswaarde, de elektrische weerstand, is recht evenredig met de lengte van de draad. Daarnaast hangt het ook af van de dikte van de draad. Ik heb hier twee diktes getekend, dus hoe dikker die draad, wat denk je? Ja, hoe kleiner de weerstand natuurlijk, want dan is er meer, kunnen er meer elektronen tegelijkertijd erdoor bewegen. Dus met andere woorden, de weerstand zal omgekeerd evenredig zijn met de oppervlakte. Belangrijk, wiskundig gezien, volgens de formule is het dus met de oppervlakte in vierkante meter. Ja, dus R is omgekeerd evenredig met de oppervlakte. Met de oppervlakte willen we zeggen eigenlijk wat hier blauw is. Dus het blauwe deel, dus volledig de oppervlakte van de doorsnede eigenlijk. We zeggen ook wel de doorsnede. Soms kan het zijn dat de diameter gegeven is. Wel, dan moet je natuurlijk de diameter omzetten naar de doorsnede. En dat is dus volgens deze formule A. De oppervlakte is dus gelijk aan pi maal r kwadraat of pi maal d kwadraat gedeeld door 4. Let ook op, soms kan de oppervlakte wat gegeven zijn in vierkante millimeter, moet je omzetten naar vierkante meter. En dat is maal 10 tot de zesde. Er gaan dus 10 tot de zesde vierkante millimeter in 1 vierkante meter. Het materiaal van een draad kan ook een belangrijke factor zijn. Maar dat gaan we op een andere manier verwerken in de formule. Dus we hebben dat R recht evenredig is met L gedeeld door A. Dat wil dus zeggen dat R gelijk is aan rho maal L gedeeld door A. Rho is dus onze constante die we nodig hebben en daar gaan we ineens onze stof in verwerken. Namelijk de resistiviteit die we die noemen. En deze tabel geeft een aantal waardes voor een aantal verschillende stoffen. Bijvoorbeeld constant aan 49 maal 10 tot de min 8 ohm meter. Als je heel goed ziet, moet dus die eenheid van rho ohm meter zijn. Als we hier ohm meter invullen, en we doen dat maal meter, hebben we ohm meter kwadraat. En we delen dat door meter kwadraat, hebben we ohm over. En dan moeten we ook uitkomen, want dat is onze weerstand. Constant aan, goud, ijzer, koper. Je ziet, koper is een hele goeie voor een lage weerstand te hebben. Goud ook, een beetje duurder. Goed, nou eens een keer in een voorbeeld berekenen, wordt al duidelijk. Bereken de weerstand van een koperdraad van 0,50 mm diameter en 10 meter lengte. Gegevens, 10 meter lengte. Er is ook gezegd dat het een koperdraad is, dus 1,7 x 10 tot de min 8 ohm meter. Ik heb die ene taal vergeten. De diameter is 0,50 mm, oftewel 0,50 x 10 tot de min 3 meter is de straal. R is dus rho maal L gedeeld door A. A is pi r kwadraat. Is gelijk aan pi maal r, dus 0,50 maal 10 tot de min derde in kwadraat, dat is 2 maal 10 tot de min zevende vierkante meter. Ik heb juist gezegd, dus 1 vierkante meter is 10 tot de zesde vierkante millimeter, ofwel 1 vierkante millimeter is 10 tot de min zesde vierkante meter. Dus je ziet dat hier altijd van die kleine getalletjes gaat uitkomen, als we over een draad spreken. Ja, dat is allemaal gewoon invullen, hè. R, rho, 1,7 maal 10 tot de min achtste ohm meter. Onze lengte, 10 meter. En onze oppervlakte 2 maal 10 tot de min 7e vierkante meter. En volgens de rekenmachine geeft dat we dus een weerstand hebben van 0,85 ohm. En dat is heel klein. Denk aan onze wet van ohm. Hier zal bij een bepaalde spanning een enorme stroom natuurlijk gaan doorvloeien. Of toch proberen. Goed. Ook weer zelf eens oefeningen proberen.